De eerste repatriatievlucht om Surinaamse ingezetenen uit Nederland naar huis te halen zal op maandag 20 april moeten geschieden. De voorbereidingen voor deze vlucht zijn in de afrondende fase. Dit is vandaag op de COVID-website bekendgemaakt. Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid, zegt dat er eerst een groep van 200 personen terug wordt gehaald. Er zijn in totaal ongeveer 900 gestrande Surinamers in verschillende delen van de wereld. Feira benadrukt dat een ieder die naar Suriname terugkeert, 14 dagen in overheidsquarantaine gaat. Indien na deze periode de mensen geen symptomen hebben ontwikkeld, zal de exit screening volgen. Eerder zijn er al repatriatievluchten geweest uit Belém, Curaçao en Miami.